Dit is de PlayStation 5 Pro en die is zojuist aangekondigd in een 9 minuten durende presentatie van Sony PlayStation. Werd gepresenteerd door de technische man Mark Cerny. We wisten al een tijdje dat deze eraan zit te komen. Geruchten gingen al rond natuurlijk en we waren ons allemaal klaar aan het maken voor een nieuwe PlayStation 5 Pro. En gisteren werd aangekondigd dat ze vandaag iets zouden laten zien over de toekomst van de technologie van de PlayStation 5. En we wisten natuurlijk allemaal, oké, daar komt hij, de PlayStation 5 Pro. Hoe ziet hij er nou uit? Nou ja, als we kijken naar het design, die is precies zoals we hem hadden verwacht. Er was namelijk een aantal weken geleden was er al een soort van schets gelekt. En er werd al geteased naar het design van deze PlayStation 5 Pro. En hier hebben we hem dan. Nou ja, het ziet eruit als een PlayStation 5 Slim, alleen dan met wat extra ribbels. En het belangrijkste vindt plaats aan de binnenkant. Ze noemen het zelf de grote 3. En waar ze dan op gaan focussen is vooral een grotere GPU. En die gaat ervoor zorgen dat je 54% sneller kan renderen. En ja, dan zie je games er natuurlijk mooier uit. Wat ze nog meer hebben is advanced ray tracing, oftewel weerspiegeling in water en in andere objecten zoals bijvoorbeeld autodeuren en dat soort dingen. En ze hebben iets te noemen ze PSSR, oftewel AI upscaling. Oftewel bewegende beelden kunnen upscalen waardoor het er mooier uitziet. Wat je nu vaak hebt in PlayStation 5 games, dat je een keuze moet maken tussen fidelity mode. Oftewel je game ziet er mooi uit, maar je hebt een lagere framerate. Of performance mode. Oftewel je game ziet er iets minder mooi uit, maar je hebt een veel hogere framerate. En dat is prettiger voor het oog. Wat ze nu doen, je hoeft die keuze dus niet meer te maken. Ze proppen dat gewoon samen en je hebt gewoon en je mooie game en een hoge stabiele framerate. Met erbovenop dat het nog net iets mooier wordt. Nou ja, klinkt allemaal heel fijn, klinkt allemaal heel goed. En die game zag er ook fantastisch uit. Alleen er kwamen we aan het einde de release datum. Nou, 7 november van dit jaar. Helemaal prima, je zou hem kunnen pre-orderen vanaf, moet ik even spieken, dat is 26 september via de PlayStation Direct winkel. Er komt ook nog eens een keer een grotere SSD in van 2 terabyte, helemaal top. Alleen, toen kwam de prijs. Technical difficulties hier, hoor. Ja, 700, 800, fuck! Holy shit! Jawel, 800 euro. En dat is een klap geld voor een console. Maar ik zie ook geen disk drive. Je zou dan wel een losse, een aparte disk drive kunnen aansluiten. Alleen die kost je dan ook weer 120 euro. En er zit nog ineens een verticale stand bij. Dus dan zou je hem ook nog eens een keer plat moeten neerleggen. En als je hem nou rechtop wil neerzetten, moet je ook nog eens een keer investeren in zo'n hoedje. Ik vind het echt heel erg duur. Het ziet er vet uit. De games zien er goed uit. Maar ik vraag me echt af of mensen gaan investeren die al een PlayStation 5 hebben. Of misschien nu aan het twijfelen zijn. Of moet ik zo'n PlayStation 5 Pro gaan halen. Of ze die trekker gaan overhalen. Want ik moet er nog even aan wennen. Maar laat me vooral even weten in de comments wat jij vindt van deze PlayStation 5 Pro. Wat vind je van de prijs? Wat vind je bijvoorbeeld dat er geen standaard disk drive bij zit? Laat even weten in de comments. En wij houden je natuurlijk via dit kanaal op de hoogte met alles rondom deze nieuwe console. Als die uitkomt gaan we hem natuurlijk ook testen. En dan gaan we je zeker weten vertellen of het ook echt die 800 euro waard is. Dus voor nu was dit hem. En ik zie je in de comments. Doei, groetjes. Holy shit!